Dit patroon heet type object. Stel, we hebben een klasse auto waarvan een aantal gegevens worden vastgelegd: fabrikant, type van de auto, kleur, koopdatum en prijs. En we willen nu speciale auto's ook gaan modelleren en in je systeem bijhouden. Bijvoorbeeld een Opel Vectra. Een Opel Vectra die heeft speciale waarden voor fabrikant en type. Dus die fabrikant en type die hier nog niet in een auto in het algemeen bekend zijn, die zijn hier wel bekend, namelijk Opel Vectra type. Fabrikant Opel, een type Vectra dus. Zo zou je dat kunnen modelleren. En dit is een speciaal soort auto, dit, namelijk een auto waarvan de fabrikant en type bekend zijn. Maar ja, komt er niet een nieuwe auto bij, Opel Astra. Die heeft dezelfde fabrikant, maar is een ander type. He, dus een andere klasse weer. Er komt een klasse bij. He, er komt een auto bij. Dus er komt een klasse bij die afgeleid is van auto. Nog een auto komt erbij. Nu een Ford Mondeo. Fabrikanten type. Komt weer een klasse bij. Die moet overerven van auto. Ja, de vraag is hoeveel van die auto's zijn er mogelijk? Hoeveel van die speciale auto's zijn er mogelijk? Ja, dat is, van tevoren is dat onbekend hoeveel van die klasses je hebt. Het zijn er wel veel. Er zijn heel veel verschillende soorten auto's zijn er. Er zijn er heel veel. En iedere keer als er een auto bij komt die je wil vastleggen in je systeem, dan moet je een klasse maken die afgeleid is van auto. Dus dan moet je weer gaan overerven. Overerven betekent programmeren. Dus als er een auto bij komt, dan moet je weer gaan programmeren, compileren, nieuwe code opsturen naar de klant, enzovoorts. Dus dat is een probleem. Het is dus niet van tevoren bekend welke subklassen mogelijk zijn, en er zijn er wel veel. Ja, en een nieuwe subklasse kan alleen worden toegevoegd door het opnieuw compileren van het hele systeem. Dus dit is niet echt een handige manier van het modelleren van auto's en speciale auto's. En daar, om dit probleem op te lossen, gaan we gebruik nu maken van het Type Object Design Pattern. In het Type Object Design Pattern, daar zijn de subklassen die we eerst hadden, zijn omgezet naar objecten. We maken een nieuwe klasse en die heet autotype. En die houdt gewoon het fabrikant en het type bij. En een auto, die heeft nu een autotype. Ja, dus een autotype is nu niet een speciaal soort auto. Nee, een autotype heeft een autotype. En afhankelijk van het type heb je weer een nieuw object nodig in autotype. Dus komt er nu een nieuw object bij? Nou ja, dan moet je met nieuw runtime een nieuw object maken van de betreffende fabrikant en type. Je hoeft niet nu meer te overerven en dus niet te programmeren om een nieuw type auto toe te voegen. Houdt gewoon van een auto het type bij. En dat is dus een oplossing voor het probleem van net. En deze constructie heet type object. Het doel van dit design pattern type object is niet wel duidelijk. Het klassenmodel algemene toepasbaar maken door een onbekend aantal subklassen om te zetten naar een onbekend aantal objecten. Waarbij dus niet meer overerving en dus niet meer programmeren nodig is. Dat is het doel van het type object pattern. Wat probleemsituaties waarin dit toepasbaar is? Nou, eerst wat analyseoverwegingen. Die komen overeen met het verhaaltje dat ik net heb verteld. Ja. Dus objecten van een klasse moeten worden gegroepeerd volgens gemeenschappelijke attributen of operaties. Dat betekent dus overerving. De klasse heeft een subklasse nodig voor iedere groep. En de subklassen zijn niet allemaal van tevoren bekend en er zijn er veel. Er zijn nog ontwerpoverwegingen, die heb ik ook genoemd. In runtime kun je nu nieuwe groepen toevoegen. En je kan runtime het type ook van een object wijzigen, dat heb ik nog niet gezegd. Maar als je bij een type object, in dit voorbeeld van die auto en autotype, als een auto van een bepaald type is, dan kun je later door een ander object van autotype in te stoppen, het type van de auto veranderen. Dus nu kun je het type van de auto kun je veranderen, als je dat zou willen, in een nieuwe model. En dat kon eerst dus niet.
Het is duidelijk dat dit dus de oplossing is van het probleem. Breng de verschillende subclasses onder je nieuwe klasse. Je nieuwe object wordt nu eigenlijk zo'n klasse. Dit zijn wat gevolgen die nu wel duidelijk zullen zijn. Misschien nog het laatste nog even, is misschien ook nog belangrijk even te noemen, namelijk een hogere complexiteit. Ja, bij toepassen van veel type object ontstaat complex en ondoorzichtig model. We zullen straks zien. Bij het design pattern knowledge level dat het inderdaad zo is. Dat als je meerdere type objects hebt die met elkaar in verband staan, dan kan het complex ingewikkelder worden met extra constraints. Dus het kan wel een hogere complexiteit opleveren in je software systeem. Maar je krijgt er wel een stuk flexibiliteit voor terug, dat wel. Hier dus hetzelfde voorbeeld als net, alleen nu gaan we het omzetten naar code. En hier is dan de klasse auto. Dit is gegeven, dit is dus nog niet het type object dit is de gegeven klassen met die twee abstracte functies erin die in afgeleide klassen moeten worden geïmplementeerd. Ja? En deze klas is dus abstract auto omdat er twee abstracte functies in zitten. Ja, nogmaals, dit is niet het type object. Dit is de gegeven constructie met al die afgeleiders. Die onhandige constructie, zeg maar. Ja, hier hebben we dus die Opel Astra, die extends auto, en er worden bepaalde waardes geroutineerd bij fabrikant en type. Dat geldt ook bij Opel Vectra en Ford Mondeo. En hier kun je zien dat 3 keer overerving nodig is om dat te maken. Nou ja, hier heb je dan een main functie waarin je dat aanmaakt. Maar nu gaan we dus naar de type object. Dus nu met een type object, nu gaan we deze constructie maken. En dan zul je zien dat leidt tot flexibele software. Ten eerste autotype. Autotype die heeft nu deze twee attributen. String fabrikant en string type. Ja, construct heb je nodig om natuurlijk die waardes erin te stoppen. En twee functies om die waarde weer op te roepen. Nee, dit zijn zeg maar getters. Okay. Goed, dus dit is het autotype. Ja, hier dus de klasse auto. En je ziet hier in de klasse auto dat inderdaad T een attribuut is van het type autotype. Ja, dus autotype is nu een attribuut van een auto. Een auto heeft nu als object een autotype. En er moet ook een constructor zijn waarin een parameter zit van het type autotype. En inderdaad, de eerste parameter hier is de kleine t. Dat is een autotype object moet het zijn en die wordt hier in die t gestopt. De andere attributen die krijgen ook een waarde natuurlijk van die auto. In deze klasse auto, daarin komt nu niet voor een functie om het autotype te veranderen. In dit voorbeeld niet. Maar je zou met gemak hier een functie toe kunnen voegen, een soort setter functie, die t, die grote t hier, verandert voor een ander type. Zodat je van de bestaande auto het type kan veranderen. Dat is in principe mogelijk. Dan kun je runtime, kun je type veranderen van een auto. Oké. Hier staan dus wat getters voor die kleur, datum en prijs. En hier, ja, fabrikant en type. Voor fabrikant moet je nu dat autotype moet je daarvoor gebruiken. Hè? Want de fabrikant zit in het autotype. Vandaar dat die staat t.fabrikant en hier t.type. Deze functie is dan nog wel interessant. Want kijk, hier worden de afzonderlijke autotypen aangemaakt. Los van auto's worden hier gewoon 3 objecten aangemaakt. 1, 2, 3 objecten worden aangemaakt van het type autotype. En die kun je vervolgens gebruiken in auto's om die erin te stoppen in de constructie. Hier bijvoorbeeld OV1 is de eerste auto. En die is blijkbaar van het autotype Opel Vectra. Dat is deze hier. Hiermee geef je type mee in de auto. En plus of andere gegevens daarvan. Volgens op Astra enzovoorts.
En dan kun je het uiteindelijk gebruiken als een auto om er wat vandaan te roepen.